Ik draai dit nummer speciaal voor een 30-jarige moeder. Echt een ontzettend sterke vrouw die zichzelf eigenlijk compleet wegcijfert om haar gezin draaiend te houden. En haar verhaal raakte mij zo diep dat ik het even met jullie wil delen. Want 1,5 jaar geleden zou eigenlijk de mooiste tijd van haar leven moeten zijn. Ze beviel toen van een tweeling. En dat ging alles behalve voorspoedig. De tweeling werd 7 weken te vroeg gehaald met een keizersnee. Kindjes waren er slecht aan toe, het meisje bleek ademhalingsproblemen te hebben. En haar zoontje kreeg onder andere 2 keer een hartstilstand. Het meisje gaat inmiddels goed begrepen, maar na allerlei onderzoeken blijkt dat haar zoontje een ernstige hartafwijking heeft. En wat dan volgt, is de tijd van ziekenhuisopnames, overnachtingen in het onderhoudhuis en onzekere tijd. En haar man zat dagen en nachten aan de bedjes van de tweeling. En die maakte mee dat zijn zoon tot 2 keer toe een hartstilstand kreeg. Bijzonder is dat die moeder in kwestie altijd maar positief blijft en dat ze door al haar ellende heen haar baan op heeft moeten zeggen. Terwijl zij zelf ook nog eens een auto-immuunziekte heeft. Financieel is het lastig voor het gezin, familie en vrienden helpen waar kan, maar zelfs met die hulp kunnen ze niet. En ze rijden dan regelmatig op en neer van Horst naar het ziekenhuis in Utrecht. Niet alleen de benzine, maar ook de parkeerkosten, de maaltijden in het ziekenhuis en ja, de rekeningen van het Ronald McDonald Huis slokken hun geld op. En ook hun auto, die erg duur reed en constant kapot ging, hebben ze weg moeten doen. En die dame, die rijdt als goed is op dit moment rond in de omgeving van Horst. Ze zit daar in een auto en ze heeft een zonnebril op. Zeker nog. Volgens mij doet ze nu de handen in het haar. Ja, Imke. Ik heb het over jou. Wat knap hoe je het allemaal doet. Maar die horen ons toch niet of wel? Nee. Zeker wel. Maar echt serieus, kan je me uitleggen hoe doe je dat allemaal? Ik heb zoiets als ik instort, wie is er dan, hè? De lieve mensen die nog aan je denken, zoals Nicky hier dan langs me zit. En familie en vrienden en ja... Dat houd je dan toch wel weer op de been, denk ik. Ik weet het niet. Hoe doe je dat allemaal met de kosten en zo? Ja, dat is echt verschrikkelijk. Dan zat je eerst zat je nog lekker gebakken, zou ik maar zeggen. En dan zit je nu gewoon heel erg zwaar. Dat ik op een gegeven moment ben gaan zeggen van... Ja, dan moet de auto maar weg. Maar ja, dat is een hele moeilijke beslissing. Want de auto is een klein voorbeeldje. Je zit wel heel beperkt nog thuis en ja, naar het ziekenhuis is het een gedoe en ja. Ja, nou, nogmaals heel veel respect en ik ben niet de enige die dat vindt. Dat zijn natuurlijk al die mensen in jouw omgeving ook. Kunnen die je een beetje helpen? Ja, ik heb echt vooral mijn ouders die, want ik moet daar gewoon om huilen, maar als ik mijn ouders niet had, dan mis ik niet hoe ik hier überhaupt nog zat. Jij ziet ongetwijfeld nu je familie allemaal staan. Ja. Voordat je uitstapt, Imke, wil ik je iets belangrijks vertellen. Want deze auto waar je in zit, die is voor jou. Niet. Gewoon omdat je ook wel eens een geluksmoment verdient. Yeah.